De bomenkap vorige week door de gemeente in de Thorbeckestraat houdt de gemoederen nog steeds bezig. Vorige week zijn er op verzoek van het ROC Rijn-IJssel 5 populieren gekapt. De bomen zouden een te grote kroon hebben, waardoor de afstand tot het schoolgebouw aan de Thorbeckestraat te klein was geworden. Dat veroorzaakte de nodige overlast. Bovendien was er sprake van wortelwerking, zegt de gemeente. Groenactivisten zijn het niet met de gemeente eens en vinden het doodzonde dat de gemeente gezonde bomen kapt. RTV Arnhem nam er een kijkje. Waarom ergert u zich aan de bomenkap in de Thorbeckestraat? Dit is een voorbeeld van de treurige toekomst van Arnhem. Bomen tegen de vlakte die niet tegen de vlakte hoeven, versnipperd. En het argument heet dan te zijn dat de kruinen in elkaar grijpen. Nou, dit is het begin en straks eindigen we in Sonsbeek tegen de vlakte. Dan is het allemaal keurig netjes in snippertjes. En dan kunnen de kruinen nooit meer in elkaar grijpen. Maar dit is het toekomstbeeld van Arnhem dankzij een rampzalig besluit bomen vogelvrij te verklaren. Waarom zijn bomen zo belangrijk voor de binnenstad of voor de wijken? Waar moeten ze anders staan? We weten allemaal, Arnhem-Nijmegen is een groeiregio. Er worden dus woningen gebouwd. Er moeten mensen wonen. Maar mensen wonen niet alleen. Ze brengen ook auto's mee. En daar moet een parkeerterrein voor zijn. Daar moet fijnstof opgevangen worden. Daar moet klimaat, temperaturen gedempt worden. Er moet schaduw zijn in de zomer en in de winter. Hebben we die bomen veel te hard nodig. Als je rücksichtloos gaat kappen, dan hou je een steenwoestijn over met parkeerplaatsen en auto's en meer niet. En dan heb je een onleefbare stad. Want een stad is meer dan auto's, mensen, voorzieningen en parkeerplaatsen. Wat voor middel heeft u als burger of burgerinitiatief om hier iets tegen te doen? Om te beginnen kun je je eigen tuintje een boom neerzetten. Daar begint het mee. Zelf je eigen initiatief nemen en goed opletten dat de straat is van ons allemaal. En niet alleen van de autobezitter of van de grondspeculant. En daar alert op blijven en zien dat er hele nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. Een stad van nu is achterhaald. Dit is uit het verleden. Dit is de oude doos. Maar de nieuwe stad is een parkachtig geheel waar bomen, struiken, mensen, dieren bij elkaar in één biotoop leven. Want daar gaat het uiteindelijk om.